mensen, welkom bij een nieuwe video van Broers Gaan Droog. En vandaag hebben we een speciale editie, want mijn vader staat achter de camera. Dus Broers Gaan Droog, week 4 en week 6 wordt opgenomen door mijn vader. En ik sta hier naast mijn broer en we hebben weer wat stappen gezet. Hoeveel weeg je nu? 90. 90 kilo momenteel. En je komt van, even kijken, week 4, 92,6 kilo. Dus van 92,6 in 2 weken naar 90 kilo betekent 2,5 kilo, 2,6 om precies te zijn, alweer er vanaf. Dus dat is heel goed. We gaan nu richting de min 90 waarschijnlijk vanaf volgende week. Ik weeg momenteel 104. Ik blijf een beetje hangen op mijn gewicht. Dus we gaan zo meteen eens checken of ik wel wat droger ben geworden. Bij mij gaat het wat minder snel. Ik merk wel in de spiegel dat ik heel veel verschil zie. Ik merk gewoon dat die blokjes wat meer naar buiten komen en dat ik droger aan het worden ben. Dus ik neem aan dat ik wel droger aan het worden ben. En als dat zo is, dan heb ik daar ook wel een conclusie voor. Waarom ik eigenlijk niet heel veel afval op de weegschaal, maar wel droger aan het worden ben. Maar daar komen we later op terug. Dit is het resultaat momenteel van mijn broer. Je ziet al meteen, zijn buik is veel platter geworden. Zijn ribben beginnen er een beetje uit te steken. Dat had je eerst niet. En ja, het ziet er echt top uit. Schouders beginnen meer naar buiten te komen, adertjes. En wat je ook bij jou vooral ziet is dat jouw benen veel droger aan het worden zijn. We hebben natuurlijk de beelden van zijn kuiten, waar hij ook aan het rennen is. Hij heeft vanmorgen ook cardio gedaan. En dat is ook een beetje het genetische verschil tussen ons twee. Je merkt dat bij mijn broer de benen eigenlijk veel sneller droger worden dan bij mij. Terwijl bij mij de bovenlichaam veel sneller droger wordt dan bij hem. Daar kun je eigenlijk niks aan veranderen. We trainen hetzelfde. We hebben allebei een voedingsplan. We doen allebei onze cardio. Maar dat is gewoon hoe een mens genetisch in elkaar kan zitten. Ik heb bijvoorbeeld hele massieve benen. Maar ik heb een hele dikke huid op mijn benen. Terwijl mijn broer bijvoorbeeld iets minder massieve benen heeft. Maar wel weer veel droger. En hetzelfde geldt dan weer voor de bovenkant. Dit is hoe ik er nu momenteel uitzie. Dit is onze shape momenteel. Zoals jullie zien beginnen de blokjes een beetje naar buiten te komen. Ik ben heel benieuwd op hoeveel millimeter we zitten. Dus dat gaan we nu even meten. Okay. Zit je op totaal op 25 op je buik, 25 op je rug. 2 triceps en 2 biceps. Zeg nog eentje erbij, zit je op 55. En je komt van 60. Dus mijn broer is van 60 mm huidplooi naar 55 gegaan. Dat is weer 5 mm ervan af. En hij is begonnen 4 weken geleden op 80 mm. Dus dat betekent eigenlijk al dat je 25 mm omlaag bent gegaan. Dat is echt heel goed. Even de omtrekken meten. De vorige keer zat je op 102 cm. Dus van 102 naar 100. Dat betekent 2 centimeter daarvan af. Pakken we je taille. Even je taille. Zit je op 95,5. Dus zijn navelomtrek is van 98 gegaan, of van 102 gegaan naar 100. En zijn taille is van 98 gegaan naar 95,5. Dat is toch 2,5 centimeter bij zijn navel, 2 centimeter bij zijn buik. En weet je, de armen bijvoorbeeld en de borst en de benen, daar hopen we natuurlijk dat het een beetje hetzelfde blijft. Want we willen gewoon een grote borst houden, grote armen houden, grote benen houden. Maar dat zijn buik al 2 centimeter in 2 weken kleiner is geworden, dat is heel positief. Want dat betekent dat er heel veel vet is weggegaan bij de buik. Hoe minder vet, hoe smaller die taille is. Dus je hebt gewoon hele goede resultaten behaald de afgelopen 2 weken. En we zitten nu op de helft. Zes weken zijn voorbij. We hebben nog 6 weken te gaan. Dus dat belooft eigenlijk heel veel voor je fysiek. Ik denk wel dat we een mooi resultaat gaan behalen. Gaan we mij meten. Nou, we hebben veel discussie laatst gehad met mijn broer. Doe jij vertellen alles? Want we zitten nu natuurlijk op een carb cycling. Hoge dagen, lage dagen. We hebben nu gezeten op 3 laag, had je 1 hoog. Hè? Ja. We zijn 3 lage dagen, 1 hoog.
Maar hij zegt laatst tegen mij van ja, maar ik krijg mijn bakjes niet altijd op. Dus zelfs met lage dagen heeft hij eigenlijk moeite om zijn bakjes op te krijgen. Terwijl je eigenlijk een normaal iemand, een normale bodybuilder met lage dagen, gaat hij helemaal kapot. Omdat hij eigenlijk meer wilt eten. Maar hij heeft gewoon moeite met die lage dagen. Dus ik zeg tegen hem, het is wel heel belangrijk om al je maaltijden op te krijgen. Want je lichaam moet 3 dagen evenveel calorieën binnenkrijgen. En dan laag. Zodat bij die hoge dag, zodat je lichaam ook weet van hé, nu is zo'n hoge dag. Er komen meer koolhydraten binnen. Maar als jij elke dag anders eet en elke dag een 13 plus 12? En elke dag een bakje skipt bijvoorbeeld. Dan heb je de hele tijd dat zigzag effect. Terwijl je eigenlijk gewoon 3 lage vaste dagen moet hebben en dan een hoge. Dus hij zegt van ja, maar ik krijg het gewoon niet op. Ik zeg maar dat klopt niet. Ik zeg je vindt het gewoon niet lekker. Dat is een heel groot verschil. Want als ik jou nu uit eten meeneem of ik bestel een kapsalon of we gaan naar de McDonald's, dan zou je het wel opeten. Dus toen zei hij van ja, dat klopt ook wel. Dus ik zeg, het is heel vaak bij mensen dat ze denken dat ze het niet opkrijgen. Maar ze vinden het eigenlijk gewoon niet lekker. Want als je ze meeneemt naar uit eten of je bestelt een pizza voor ze, dan eten ze hem helemaal op. Dus eigenlijk kunnen ze gewoon eten. Er is genoeg ruimte in die maag. Maar ze vinden het gewoon niet lekker. En dat is die mentale strijd als je in een dieet zit. Om toch die rijst en kip met broccoli, om die toch helemaal op te eten. Ook al vind je het minder lekker. En dat is gewoon, eigenlijk wil ik het niet proppen noemen. Want je kan het gewoon eten, maar je vindt het gewoon minder lekker. En dat is eigenlijk een beetje het probleem geweest bij jou. Hoeveel is het? 27 mm. De vorige keer zat ik op 30 mm. Dat was week 4. Nu zitten we week 6. 5 en 6 zijn voorbij. 27 mm. Dus ik ben 3 mm minder momenteel. Dat is positief. Niet heel veel natuurlijk. Maar hoe droger je bent, hoe moeilijker het ook is. En ik ben eigenlijk wel blij dat ik tenminste iets vooruit ben gegaan. Want ik ben echt blijven hangen 3 weken lang. Ik ging van 32 naar 31 naar 30. En nu ga ik van 30 naar 27 in 2 weken. Dus in principe zie je dat ik ongeveer elke week ongeveer 2 mm vooruit ga. En dat is op zich wel oké. Ik ben benieuwd wat mijn navel is nu. Mijn navel was week 4 95 cm. En nu is mijn navel 94. Dus ik ben ook 1 cm is mijn navel korter. Gewicht blijft hangen rond de 104 zoals ik al vertelde. En de conclusie waarom zeg maar, mijn gewicht ongeveer hetzelfde blijft, terwijl mijn vetpercentage wel een klein beetje omlaag gaat, is denk ik omdat de laatste keer dat ik een voedingsplan had, dat was vorig jaar mei. We zitten nu in juni alweer, dus dat is echt 12 maanden geleden. Toen zat ik in de voorbereiding voor de wedstrijd met mijn vader samen. Dat was de laatste keer dat ik in een voedingsplan zat, 12 weken lang. En na die wedstrijd zijn we eigenlijk op vakantie gegaan naar Mexico met heel de familie. Dontina was zwanger, Adrian is geboren, ik ben vader geworden. En meteen na die wedstrijd ben ik eigenlijk gestopt met een voedingsplan. Dus ik ging eten wat ik wilde, ik had geen voedingsplan. Tot 6 weken geleden, toen begon ik weer aan een voedingsplan. Dus ik heb ongeveer 11 maanden niet aan een voedingsplan gezeten. Ik heb dagelijks eigenlijk niet op mijn eiwitten gelet. Misschien had ik soms 200 gram aan eiwit binnen, maar misschien de andere dag 70 en daarna weer 150. Het was eigenlijk nooit precies hetzelfde. Terwijl ik nu weer 6 weken lang elke dag op 300 gram eiwit zit. Elke dag precies mijn calorieën bijhoud en alles optel. En ik weer eigenlijk 6 weken lang aan een perfect voedingsplan zit en al mijn macro's binnenkrijg. Dus ik denk dat mijn lichaam nu heel veel spiergeheugen weer aan het verzamelen is. Waardoor mijn spiermassa nu langzaam weer aan het aankomen is. Waardoor eigenlijk mijn gewicht hetzelfde blijft. Want mijn spiermassa wordt steeds meer. Terwijl mijn vetpercentage steeds minder wordt, maar het gewicht blijft eigenlijk daardoor stabiel. En daarom is het zo belangrijk om eigenlijk altijd een voedingsplan te hebben. Dus ik denk dat dat een beetje de conclusie is waarom mijn gewicht ongeveer hetzelfde blijft. Ik ben wel ongeveer 2 kilo afgevallen nu in 5, 6 weken. Maar dat is niet heel veel, terwijl mijn vetpercentage toch omlaag gaat. En de enige conclusie daarvoor is dat ik weer gewoon aan een strikt voedingsplan zit. Dus dat is een beetje de conclusie. Dit is het resultaat tot nu toe. We gaan de goede kant op. We hebben nog 6 weken. Neem jullie mee, we gaan nog lekker trainen. Ik ga jullie ook even vertellen welke supplementen wij afgelopen 6 weken en nog 6 weken elke dag nemen. Want daar was ook heel veel vraag naar. Van oké, welke supplementen gebruiken jullie nu allemaal? Dus dat ga ik jullie binnen vertellen zo meteen. Dus ja, dikke SO naar jullie en let's go. Boom! Oh, die camera deed meteen dit. We zitten even hier in de woonkamer van onze ouders om jullie te vertellen
welke supplementen wij tijdens ons dieet aan het gebruiken zijn. En het valt eigenlijk reuze mee. Het zijn er natuurlijk wel een paar. Maar het zijn eigenlijk een beetje de basisproducten momenteel die wij aan het gebruiken zijn. En met de eerste waar ik het over wil hebben is de eiwitten shake. We hebben hier de eiwitten puur, de whey hydroisolaat. Dat is de puurste vorm van eiwit die er bestaat eigenlijk. Je hebt natuurlijk de whey protein, je hebt de whey isolate en daarna komt de whey hydrolysaat. Dat is eigenlijk dus van, als je het gaat vergelijken, van whey protein naar isolaat naar hydrolysaat, de allerpuurste vorm. Ook wel de duurste eiwit, maar er zit gewoon echt 0 gram aan suiker, 0 gram aan vet. Dus deze shake is echt ideaal voor tijdens een dieet. En deze nemen wij 3 keer per dag. Dus deze is echt heel belangrijk tijdens ons dieet. Vooral omdat ik bijvoorbeeld, ik moet 300 gram aan eiwit per dag binnenkrijgen. Jij zit volgens mij op 250 gram aan eiwit. Daarvoor hebben we gewoon wat hulp nodig. Daarvoor zijn er supplementen om jouw leven makkelijker te maken en om wat hulp te krijgen. Anders moet je de hele dag alles uit voeding halen. Uit kipfilet, uit eieren. En dat is gewoon heel veel. Kost ook nog eens heel veel geld natuurlijk. Dus deze gebruiken wij sowieso na het trainen. Samen met de creatine, kom ik zo op terug. Maar deze gebruiken wij ook tijdens ons ontbijt. Dus als we havermout eten, komt er ook nog een scoop eiwitshake daarbij. Dat is natuurlijk ook om het een lekker smaakje te geven, want havermout is eigenlijk niet zo lekker. Maar het zijn wel hele gezonde koolhydraten. Maar daarnaast is het ook om naast die koolhydraten wat je uit havermout haalt, eiwit eraan toe te voegen. Want als je in de ochtend wakker wordt, wil je eigenlijk meteen koolhydraten en eiwitten binnenkrijgen. Eiwitten voor je herstel, koolhydraten voor je energie aan te vullen, zodat je kan gaan knallen de hele dag. Dus deze is heel belangrijk. Ochtend, na trainen, en dan neem ik hem ook nog eens voor het slapen met mijn kwark. Dus magere kwark is ook niet heel lekker. Eigenlijk niet zo'n heerlijke smaak. In de kwark zitten ook caseïne eiwitten. Dat zijn langzame eiwitten. Die verteren heel langzaam. Daarom eten we kwark voor het slapen. Als we geen kwark eten, nemen we ook wel eens een slapend groeien. Caseïne shake, dat zijn ook langzame eiwitten. En die eiwitten zijn eigenlijk veel dikker en verteren langzaam. Waardoor je eigenlijk tot 8 uur lang eiwitten in je lichaam hebt. Dus een gemiddeld mens slaapt ook 8 uur per nacht. Dus daarvoor zijn die langzame eiwitten ideaal, omdat je dan tijdens je nachtrust genoeg eiwitten hebt om je spieren te laten herstellen en om te groeien. Daarom heet onze shake slapend groeien. Maar we voegen toch nog een scoop eiwitten, snelle eiwitten, dus de eiwitten puur bijvoorbeeld, toe aan onze kwark om het ten eerste weer een lekkerdere smaak te geven. Want je krijgt dan gewoon echt een lekkere vanillekwark of aardbeikwark of chocoladekwark. En je voegt er ook nog eens wat snelle eiwitten aan toe voor op dat moment. Dus boom, je krijgt meteen snelle eiwitten binnen, maar ook langzame eiwitten uit de kwark die daarna doorwerken tot 8 uur lang. Dus dat is een beetje de filosofie erachter. Deze 3 keer per dag, heel belangrijk tijdens je dieet. En eigenlijk tijdens elk dieet. Altijd. Eiwitten moet je altijd binnenkrijgen, of je nou in een bulk zit of in je dieet. Daarnaast hebben we de creatine. Creatine, ik heb daar heel vaak over gesproken. Dit mag echt niet ontbreken in jouw supplementenstack. Dit is gewoon zelfs wetenschappelijk bewezen dat het alleen maar voordelen heeft, geen nadelen. Zelfs voor je gezondheid gezond, zelfs voor je hersenen goed. En vroeger mochten we claimen dat het alleen voor 40-plussers goed is. Maar sinds 2023 mogen we zelfs claimen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat het vanaf je puberteit al goed is. Echt een heel belangrijk product. Zorgt ook voor meer kracht. Zorgt voor meer vocht in je spieren. Heel veel mensen denken dat je er vochtiger van wordt. En dat je daarom niet in een dieet moet nemen. Maar dat is bullshit. Als jouw lichaam vochtig wordt en je straalt echt, je bent daardoor minder droog, dan doe je iets verkeerd in je voedingsplan. Dan eet je verkeerd. Creatine zorgt voor vocht in je spieren, waardoor je spieren eigenlijk ronder worden, groter worden, dus alleen maar positiviteit. Vocht tussen je spieren en je huid komt door voeding. Dus dit is heel belangrijk, kun je gewoon blijven nemen. Heel veel mensen vragen het me van, kun je creatine blijven nemen tijdens je dieet? Ja, dat kan. Kan zelfs bij bodybuilders tot op de dag van de wedstrijd. Heeft zelfs voordelen omdat die spieren dan ronder en groter lijken. Dus creatine zeker gebruiken. En wij gebruiken dit 1 keer per dag, 5 gram. En dat doen we dan meteen in onze shake na het trainen. Dan heb je een vanille shake, 5 gram creatine erbij. Deze smaakloos, proef je niks van. En dan krijg je die ook meteen in je systeem. Heel belangrijk om elke dag te nemen.
Daarnaast hebben we onze vitamines. We hebben de vitamine maximaal, multivitamine, alle vitamines hoog gedoseerd in één tablet. Heel belangrijk voor ons immuunsysteem en om, ja, vooral om gezond te blijven deze 12 weken. Want je wilt eigenlijk niet ziek worden, je wilt gezond blijven zodat je die 12 weken ook gewoon kan afmaken. De magnesiumcitraat, nieuw product, ook heel belangrijk. Belangrijk voor je botten, belangrijk voor je spierherstel, maar ook belangrijk voor je nachtrust, voor je testosteron. Heeft zoveel voordelen, is de meest onderschatte product. En mag niet ontbreken in je supplementenstack. Magnesium ook 2 keer per dag. 2 tabletten per dag. En de omega 3 nemen we ook. Visolie. Vooral voor mensen die weinig vis eten. Maar eigenlijk 9 van de 10 mensen eten te weinig vis. Dat zijn hele belangrijke mineralen. Omega 3 vetten. Goed voor je bloed. Goed voor je hart. Goed voor je hersenen. Goed voor je cholesterol. Heel belangrijk. Heeft heel veel gezondheidsvoordelen. En zeer, zeer belangrijk tijdens een dieet. Dus dit zijn eigenlijk onze vitamines en mineralen die we nemen, heel belangrijk. De creatine, de eiwitten. Dan hebben we natuurlijk een pre-workout. Die nemen we voor het trainen. Die gaan we zo meteen ook, want we gaan zo meteen trainen, dus deze gaat er meteen ook in. Dan de 2 glazen hier. En de protein cheat bar. Tijdens zo'n dieet heb je soms gewoon even zin om wat zoets binnen te krijgen. Om het toch 12 weken lang te kunnen volhouden. Nou, we mogen niet snoepen, we mogen niet bullshit eten, we mogen geen deuner en kapsalons en McDonald's. Dus dit is echt een redder. Zit maar 1 gram suiker in, geen toegevoegde suikers, echt maar 1 gram suikers waar je eigenlijk niet omheen komt. En voor de rest 19 gram aan eiwitten, laag in calorieën. Hier mogen we 1 per dag van, maar we proberen het natuurlijk niet elke dag te doen. Maar als je even zin hebt om iets zoets binnen te krijgen, nemen we een protein cheat bar. Past gewoon in ons voedingsplan. Laag in calorieën. 1 gram suiker maar. En hoog in eiwitten. Dus de protein cheat bar, nieuw product. Cheat bewust. Als je cheat, cheat bewust. En natuurlijk dan, om terug te komen, de pre-workout. Deze nemen we bijna bij elke training. Vooral bijvoorbeeld bij een zware training zoals leg day. We hebben hier de Mad Labs. Af en toe de Mad Labs, af en toe nemen we de Tsunami, af en toe de Cola Smaak, af en toe de Killer Lemon. We switchen eigenlijk een beetje. En dit zorgt eigenlijk voor meer energie, meer focus. Je neemt het ongeveer 20 minuten voor een training, zodat die, als je gaat trainen, meteen ook goed inkikt. Meer energie betekent langer trainen, harder trainen, zwaarder trainen. En langer trainen, harder trainen en zwaarder trainen betekent meer resultaat. Want je breekt meer spieren af die daarna kunnen herstellen. Je traint langer, je traint meer gefocust. Je hebt gewoon een veel betere training. Vooral na een lange werkdag is je energie sowieso aan de lage kant. En die wil je gewoon even boom, boosten. Zodat je gewoon een lekkere training kan doen. En weet je, een slechte training is ook goed. Want je hebt op zijn minst getraind, je hebt niet thuis gezeten. Maar een goede training is nog beter. Dus pre-workout is echt een gamechanger. En heel belangrijk voor ons, we hebben drukke levens, we doen heel veel en daarom is dit belangrijk voor die focus, voor die kracht, voor die energie, zodat we zo meteen een goede workout kunnen zetten. En ik zeg je eerlijk, het is echt lekker. Dit is zo'n pre-workout, die is bijna gevaarlijk, omdat je gewoon nog een glas wilt drinken. Het is gewoon net, het is gewoon ongelooflijk. Vroeger waren de pre-workouts echt gewoon vies. Je dronk het echt voor de functie. Eigenlijk eiwitten ook. Er zaten allemaal klonters in en zo, maar je dronk het voor die eiwit. Maar tegenwoordig, die eiwitshake is gewoon lekker. Die pre-workout is... Ik kan het niet beschrijven, je moet het echt uitproberen. Welke supplementen vind jij het kutste? Of gaan ze allemaal wel... Volgens mij heb je wat meer moeite met pillen en zo, hè? Nee, ik moet zeggen... Met deze dieet heb ik helemaal nergens last van. Ja. In het begin deed ik toch die grote shakes van maken, hè? Ja. Nee, die kreeg ik niet op. Dus nou, 2 lepels, een beetje water en in 1 keer. Ja, mijn broer heeft altijd een wat zwakkere maag gehad en hij kon niet zo goed tegen shakes. Maar het heeft 2 redenen waarom hij nu wel tegen shakes kan. Dat is ten eerste omdat we gebruik maken van de whey hydrolysaat. Heel veel mensen met lactoseproblemen, die kunnen wel tegen de whey hydrolysaat omdat die zo puur is. En jij kon bijvoorbeeld niet tegen de normale whey protein. Nee. Nee. Dus dat is 1 van de redenen voor iedereen met lactoseproblemen. En reden nummer 2 is, als je normaal een shake maakt, doe je 200 ml water of melk, scoopjes erin, dan heb je een volle shake. Maar dat is voor mijn broer eigenlijk veel te veel voor zijn maag. Dus wat doet hij? Hij doet 2 scoops,
klein beetje water, mixen en in één keer opdrinken. Gewoon 3-4 seconden weg. Daar heb je er ook geen last van. Ja, ja, dus geen dat is opgezet gevoel, geen volle maag. Ja, dat is wel goed, ja. En binnenkort komen we ook met de Clearway. Dat is eigenlijk een soort limonade eiwitshake die ook veel makkelijker te drinken is en ook voor mensen met lactoseproblemen, maagproblemen. Ja man, gaan we. Ga trainen. Yes. Bos, let's go. Dit was de supplementenverhaal. Vroeger deed ik deze altijd super zwaar. Ik wilde altijd meer dan 100 kilo pushen. Op een gegeven moment kreeg ik steek in mijn rug ervan. Je hebt niet echt iets waar je tegen leunt met je rug. Dus je bent eigenlijk heel gevoelig. Deze beweging, alle gewicht, valt uiteindelijk weer op jouw rug. Dus op een gegeven moment als je zwaar gaat, kun je echt je rug blesseren. Op een gegeven moment voelde het gewoon heel slecht voor mijn rug. Dus nu doe ik hem eigenlijk gewoon lichtjes. We hebben hier 15-15. Er staan 50 kilo in totaal. Ik denk dat ik niet eens zwaarder ga. Misschien naar 60, meer niet. En dan gewoon op herhalingen. Want ik voel het wel lekker op die schouders. En lichtgewicht is hier veel zwaarder dan als ik hem bijvoorbeeld op het bankje zou doen. Want op het bankje kun je ook weer echt leunen op het bankje. Zit je vast, benen op de grond. En dan kun je makkelijk 110, 120 kilo doen daar. Terwijl je hier echt stabiliteit moet zoeken. En daarom vind ik het fijn om gewoon lekker lichtjes te doen. Goede pomp in de schouders. En hoe ouder we worden, hoe meer we moeten uitkijken voor blessures natuurlijk. Maar we zijn nu ook al 15 jaar aan het trainen ofzo. Gelukkig nooit een zware blessure gehad. Altijd kunnen doortrainen. Maar ik ga ook al richting de 30. Dus ik moet wel letten op mijn lichaam als ik dit wil blijven doen tot mijn 40ste, 50ste natuurlijk. En nog langer. Dinsdag hebben we rug getraind met triceps. Gisteren, woensdag, hebben we benen getraind en gebokst. Kijk, ik heb net schouders gedaan, nu doe ik biceps. En vandaag doen we dan schouders. We gaan zo meteen ook even onze traps pakken. Onze chaff, mek. Maar we pakken ook biceps en triceps een beetje erbij weer. En morgen ga ik misschien voor een rustdag. Even kijken hoe ik me voel als ik opsta. Ik heb nooit ingeplande rustdagen. Dus ik rust pas wanneer mijn lichaam zegt van nu is het genoeg, je moet rusten. Ik ben geen fan van ingeplande rustdagen. Want waarom zou je rusten als je gewoon herstelt en genoeg energie hebt en gewoon kan knallen? Waarom zou je dan rusten? Maar
moet je lichaam wel soms even die rust geven op het moment dat je lichaam het aangeeft. Dus ik doe sowieso wel 1 of 2 rustdagen per week lang. Oké, nog steeds een pitsers. En pakken we een pitser erbij. Als je ook gewoon een goede trainingssplit hebt, dus je doet bijvoorbeeld op de maandag borst trainen, dinsdag rug, woensdag benen, donderdag schouders en dan bijvoorbeeld op vrijdag of zaterdag ga je weer voor borst, heeft je borst al 4 dagen rust gehad, dus die is al lang hersteld. Dus in principe laat ik wel elke spiergroep genoeg rusten, alleen ik train wel elke dag, alleen dan wel altijd een andere spiergroep. Waardoor je gewoon elke dag kunt blijven komen. Maar als jij elke dag full body gaat doen, dan ga je geen 1 spiergroep die rust geven en geen mogelijkheid geven om te herstellen en te rusten. Dus vandaar ben ik niet zo'n fan van full body. Gewoon lekker alles splitten, 2 spiergroepen per dag maximaal. En 4-5 keer per week, 6 keer per week knallen. Dat is de mooiste tattoo die je hebt. De Albanese Adelaar. Oudste volk van de Balkan. Oudste volk van de Balkan. Afkomstig van de Illyrians. Ken je geschiedenis? Yes, dames en heren, dat was Broers Gaan Droog, week 5 en 6. We hebben jullie de meting laten zien, we hebben een stukje cardio van mijn broer laten zien. We hebben een stukje training laten zien. We hebben laten zien wat de resultaat is tot nu toe. Het gaat super lekker, weer is heerlijk. De zon schijnt de laatste weken, de laatste dagen. En nog een kleine tip, energie is heel belangrijk. De energie om je heen kan je verder brengen. Als jij alleen maar met negatieve mensen om je heen staat, alleen maar mensen die de hele dag slechte zin hebben, de hele dag maar niks aan het doen zijn, dan ga jij waarschijnlijk ook de hele dag niks doen en de hele dag negatief zijn. Zorg dat je met positieve mensen om je heen bent. Daarom ben ik met mijn broer elke dag aan het knallen. We zijn bezig met onze toekomst. En daarnaast helpt natuurlijk het zonnetje ook mee, want het zonnetje brengt ook een beetje positiviteit in het leven. Daarom knallen wij in de zomer extra hard. In de winter knallen we ook, maar met het grijze weer, veel regen, merk je gewoon dat de energie jou wat minder gemotiveerd maakt. En daarom zeg ik jou, energie is heel belangrijk. Ga met de juiste mensen om en zorg dat je positief blijft. We hebben een lekkere pomp. Even t-shirt uit snel. Even laten zien. Dit is, we hebben net schouders, biceps en triceps getraind. Lekker? Ja. Een beetje schaduw. Doe zo'n beetje die aanspanning, jongen. Kom op, laat die mensen even zien dat het... Mensen, we zijn aan het knallen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Laat een leuke comment achter. Gooi die duimpjes omhoog. En als jullie nog vragen hebben of dingen willen weten over dit traject, stel ze in de comments. Dan gaan wij in de volgende afleveringen daarop in. Misschien een Q&A. Dus heb je vragen, stel ze hieronder allemaal. Dan doen wij in de volgende aflevering een soort Q&A. Gaan we alle vragen beantwoorden. En ja, maar was het jongens. Dikke en zo naar jullie. Tot week 8. Denk aan de comments en aan de duimpjes omhoog. Wap, wap, wap. Tot de volgende. Ciao.